aan de orde is vanavond besluitvorming die van u gevraagd wordt in het kader van de procedure met betrekking tot de opvulling van de vacature die is ontstaan na pensionering van burgemeester van Maasakkers. Mag ik vragen aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie om hieromtrent ons meer te delen welk besluit u van de raad verwacht hebt? Ja, voorzitter, dat mag u zeer zeker. De vertrouwenscommissie heeft een voordracht aan de raad gedaan. En die voordracht behelst dat de heer Jan van Zomeren, geboren op 27 november 1952, thans burgemeester van het Gelderse Heumen, om die in ieder geval aan te bevelen tot voordracht bij de commissaris en de majesteit tot benoeming van de burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel. En ik wil graag weten van de raad wat hierop hun antwoord is. En dus gaat u nu om bevestiging in het openbaar van degene wat daar aan orde is geweest. Ik weet niet of er van de zijde van de raadsleden pas nog even van de formele aspecten nog behoefte is om hier inbreng in te leveren. Of dat kan worden volstaan met degene wat door mevrouw Steers namens de vertrouwenscommissie is meegedeeld. Ik sluit hiermee deze openbare vergadering. Ik ga proberen te gaan staan. Ik dank u wel.